Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1419 met een uitzending voor vandaag 24 september 2018, 2425. Nee, ik heb niet de verkeerde band gestart, dit is het bulletin van dinsdag. Ik sla vandaag vanwege de tijd de data nog een keertje over. Het kan niet anders dan dat je in zo'n laatste week voor een grote overstap als die de Daily Minutes gaat maken nog even in de uitzending het daarover hebt. De uitzending gaat vandaag dus helemaal over mijn overstap naar internet. Het uitzenden via een livestream van YouTube gaat niet door, in elk geval de komende weken niet. Ik kan al een aantal dagen niet op de streampagina komen. De oorzaak daarvan is eigenlijk wel vrij zeker dat ik vrijdag onbedoeld niet toegestaande reclame heb uitgezonden. De normale manier van video's op YouTube posten werkt gelukkig nog wel. De Daily Minutes zijn vanaf volgende week niettemin op 4 verschillende manieren via internet te beluisteren. Om te beginnen via de URL van de stream op de website fm.shorties.nl. fm.shorties.nl. Daarnaast op youtube.com/pano.ete. Verder kun je je ook nog abonneren op de podcast. De URL daarvan is te vinden op www.pano.ete.nl. En de uitzending die kan ook gewoon beluisterd worden via pano.ete.nl. Het inmelden kan via het chatkanaal van de Daily Minutes. Via mij kun je de gegevens krijgen voor IRC. Daarnaast kun je ook meedoen met de Mattermost Hamnet chat op hobbyscope.nl. Die is parallel geschakeld met mijn IRC-server. De tweede mogelijkheid is via PI3XDV in de ether hier in Amersfoort of anders via Echolink. Een derde mogelijkheid is via www.wokka.be, wokka.be. Het kan zijn dat het daar iets langer duurt voordat ik erop reageer. Op zich verloopt het allemaal voorspoedig. Mijn zojuist gestarte sociale media platform wokka.be loopt geweldig. En verder is in een week tijd het aantal mensen dat abonnee is op mijn YouTube kanaal zowat verdubbeld. De mensen zijn aardig en toch moet er iets van mijn hart. Ik krijg deze week ontzettend vaak te horen dat ik met de Daily Minutes zou stoppen. Ik zeg dan maar ik stop niet. Ik ga alleen maar verder via internet en niet meer via PI2NOS. Het antwoord is dan vaak, ja sorry hoor, maar voor mij stop je toch echt als je naar internet gaat. Via internet is het geen zendamateurisme. Ik vind die opmerking tegelijkertijd heel grappig en tamelijk absurd. Ik heb het nu al zeker van een stuk of 25 mensen gehoord. De eerste keer dat ik het hoorde, snapte ik het niet. En eigenlijk snap ik het nog steeds niet. Kijk, ik doe de uitzending vanaf volgende week precies zoals ik altijd doe. De uitzending is te beluisteren op YouTube, via mijn podcast en via de stream op fm.shorties.nl. Wat ik snap is dat dat wat onwennig is en dat het misschien wat lastig te vinden is. De makkelijkste manier om naar de uitzendingen te luisteren is via fm.shorties.nl. Dat is een kwestie van een link aanklikken en je hebt al geluid, zowel op de pc als op de smartphone. Op die plek zijn de Daily Minutes te beluisteren om 7 uur 's avonds en om 10:30 's ochtends. En daarnaast ook 's ochtends om 8 uur en om 9 uur en 's avonds om 10 uur. Dat is overigens al 4 jaar zo dat dat kan. Een paar dagen geleden had ik het hier via PI2NOS al een keer met iemand erover dat hij het geen zendamateurisme vond als ik naar internet ging. Ja, toen ik nog voor RAM schreef, deed ik dat meestal over de zendhobby. Niemand die er toen aan twijfelde of dat wel zendamateurisme was wat er op papier in de brievenbus verscheen. Ook dat ging niet via een amateurband. Electron, CQPA, DKAS Magazine, Hamnieuws, PI4RAZ.nl met rassies, de websites van de afdelingen, ze verschijnen allemaal op internet en sommige op papier. Niemand twijfelt of dat zendamateurisme is. En waarom dan wel bij iemand die als enige van al die anderen zijn informatie 4 jaar lang wel via een amateurband uitzendt? Ik snap overigens wel dat mensen het niet leuk vinden dat hun dagelijkse plezier van via PI2NOS naar de uitzendingen luisteren volgende week niet meer op die manier kan. Het uitzenden via de ether is echter voor mij wel een vorm van topsport geweest. Mijn hele sociale leven, mijn werktijd was om die uitzendingen heen geboetseerd. Ging ik ergens naartoe, moest mijn smartphone mee zodat ik als het uitliep de uitzending onderweg kon starten. Een redactievergadering werd voor mij van 9 uur naar 8 uur 's ochtends verplaatst zodat ik om 10:30 's ochtends weer op tijd thuis kon zijn. Ik doe er niet zielig over, want ik heb het mezelf aangehaald en boven alles vind en vond ik het hartstikke leuk. De uitzending op internet doen is echter wel ongelooflijk veel gemakkelijker. Ik hoef niet thuis te zijn om de uitzending te starten, tenminste niet per se. En verder is mijn ochtend zonder die onderbreking, die ik zelf overigens erg leuk vind en tegelijk ook flink zal missen. Mijn werkplanner wordt er wel een stuk gemakkelijker door. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen.
De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren. Dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort DMR en dan .lima India. dmr.li. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.